De politie heeft in Helmond gistermiddag een man neergeschoten. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De weg tussen Helmond en Somer is de hele avond dicht geweest. Voetbal op hoog niveau, dat doet hij al een tijdje niet meer. Hans van Breukelen coacht, geeft lezingen en schrijft tegenwoordig boeken. Winnen, zo heet het nieuwe boek van de oud-doelman van onder meer PSV. Gisteren presenteerde hij het boek op de plaats waar het allemaal begon voor hem. Stadion De Galgenwaard in Utrecht. De halve voetbalwereld was gisteren uitgelopen voor de boekpresentatie van Winnen. Het nieuwe boek van Hans van Breukelen waar eigenlijk maar één ding centraal staat. Voetbal is een primair een denksport. En de beste voetbaldenkers zijn dus absolute topspelers. Voor zijn boek sprak Van Breukelen met tientallen spelers, trainers, maar ook artsen, psychotherapeuten en voetbalmakelaars. Volgens de oudkeeper zijn een goede mentaliteit en nadenken minstens zo belangrijk in het voetbal als talent. De hamvraag is alleen, hoe kan het nou zijn als dit een basis is om succesvol te zijn, dat we dat nergens leren. Nog op een lagere school, tot en met een universitaire opleiding. En ik tracht daar ook in dat boek een aantal handvatten aan te reiken naar gewoon mensen die niets met voetbal hebben. Van Breukelen maakte in zijn carrière ups en downs mee. Van het beroemde polletjesincident tot aan de Europa Cup 1 met PSV. Het maakte hem mentaal sterker. Het is alleen jammer dat je soms van dat soort extreme dingen moet meemaken om erachter te komen wat je nu weet als bijna 55-jarige. En dat zou ik soms wel best wat eerder met jonge mensen willen delen, waardoor zij niet te snel opgeven om uiteindelijk hetgeen wat ze dromen om een prachtige voetbalcarrière te maken, om dat dan weg te gooien. In de conservatieve voetbalwereld worden de denkbeelden van Van Breukelen niet altijd serieus genomen. Voetbal als denksport, heeft Hans u vanmiddag kunnen overtuigen? Nou, nee. Ja, je moet toch altijd denken, of niet? De voetballerij heeft gewoon iconen nodig, zoals Hans van Breukelen, die dit soort dingen onder de aandacht brengen. Dat er eigenlijk veel meer daar nog winst uit te halen is. En dat hij dan dominee, professor, zeurpiet, onderwijzer wordt genoemd, dat moet hij dan voor lief nemen? Ja, juist. Maar ja, types als Hans kunnen dat. Die hebben al zoveel bereikt en die kunnen dat doen. Dus daarom is het heel goed dat hij die rol heeft opgepakt.